enthousiasme renden een aantal Rotterdamse jongens het park aan de Westzeedijk binnen. Het waren de deelnemers aan de zeepkistenrace om de Grand Prix van de Van Spijkstraat. Hun zelfgemaakte wagens vertegenwoordigden alle wereldmerken. Goed geëquipeerd en onder grote belangstelling van het publiek gingen de eerste twee coureurs van start. Het parcours bestond uit een vervaarlijke helling met vele hardspelbochten, waarlangs de autorenners zich in hoog tempo naar beneden lieten glijden. Twee aan twee starten achter elkaar 20 deelnemers. Met een vaart van wel 10 km per uur stoven ze langs de toeschouwers. Een kleine misrekening in de snelheid had grote gevolgen voor zeepkist nummer 13, die zijn startnummer alle eer aandeed met een slippertje, dat echter wonderwel afliep, dankzij de snelle hulp van enige ervaren mechaniciens die de mankementen in korte tijd verhielpen. Uit het veld wisten zich tenslotte de nummers 6 en 12 als finalisten te kwalificeren. Na een spannend gevecht ging het racemonster nummer 6 van de bekende crack Dick Pennings als eerste over de eindstreep. Deze veelbelovende coureur uit Rotterdam, die al 11 jaar meeloopt, werd na afloop door zijn collega's en het publiek spontaan gehuldigd.